is tijd voor de les toverdranken met professor Snape. We mogen niet te laat komen, je weet hoe die is. Het is beneden in de kerkers. Volg me. Dag voor een zwerkbalwedstrijd. Sommige afdelingen zijn al eeuwenlang rivalen hier op Zwijnstein. Regen of zon, dag of nacht, horklumps op het veld of grauwels op de tribune, niets houdt het publiek weg van een zwerkbalwedstrijd. Het veld is klaar, de slurken zijn gepoetst, de beukers ronken. Tijd voor zwerkbal! Ja, de snaai! Daar komt de zoeker van Gryffindor. Ai, hij is de snaai kwijt. Beuker! Daar komt de zoeker van Hufflepuff. Kijk uit voor die beuker, Harry! Ai, jammer, Gryffindor. Potter van Gryffindor grijpt net naast de snaai. De zoeker van Hufflepuff gaat achter de snaai aan. Bijna geraakt. Hij draait. Grijpt. En hij mist. En weer een opdraker. Wat een techniek! Hou je doel in de gaten! Heeft u hem? Ah nee, de snaai is ontsnapt! Dit is ongelofelijk! Helaas! Ai, hij is hem kwijt! Ai, hij is de snaai kwijt! Verblindend! Potter heeft de snaai! Gryffindor wint! Dit was Leo Jordaan. Bedankt en tot ziens. Sorry, geen tijd om te babbelen. Hallo, Harry! Dag! Hey Harry, wil je ruilen? We kopen groot in en jij kunt profiteren van de voordelen. Hey Harry, wil je ruilen? Bij ons krijg je echt waar voor je geld. Neem me niet kwalijk. En nu opletten. Vandaag mogen jullie proberen de nuttigste drank te mengen die ooit is uitgevonden. De Wiggenwelddrank. Potter. Jij hebt je net als vrijwilliger opgegeven om de rest van de klas te laten zien hoe het moet. Kom onmiddellijk hier. Met een Wiggenwelddrank kun je je levenskracht aanvullen. Zelfs één enkel flesje is in staat om de ernstigste verwondingen te genezen. In deze kist zitten de twee ingrediënten voor de Wiggenwelddrank. Slijm van de flipperworm en schors van de wiggenboom. Haal ze eruit. Hallo, Hofmolla! Loop naar de ketel toe. Raak de toverdrank niet aan. Ik wil niet dat hij besmet wordt. Let goed op hoe meneer Potter de ingrediënten in de ketel doet en ze mengt. Voorzichtig, Potter. Je wilt toch geen afdelingspunten verspelen? Meneer Potter heeft nu een Wiggenwelddrank ter beschikking. Druk op de spatiebalk om de drank in te nemen.
Terug naar je plaats, Potter. De avonturiers onder jullie, of beter gezegd de onhandigen onder jullie, zullen waarschijnlijk hun eigen wiggeweldrank willen maken. Hiervoor vind je overal op Zwijnstein dit soort ketels. Het zijn de enige ketels waarmee je een wiggeweldrank kunt brouwen. De ingrinten, slijm van de flubberworm en schors van de wiggeboom, vind je eveneens overal op Zwijnstein. En dan nu de lezing van vandaag. De geschiedenis van de extractie van flubberwormslijm. Voordat deze lezing begon, dacht ik al genoeg te weten over het slijm van de flubberworm. En ik had gelijk. Nou, ik vond dat hij wel een paar interessante punten behandelde. Gaan voor Snape naar buiten komt. Kom. Kom hier. Ik wil je verscheuren. Wat was dat? Wat was wat? Die stem. Hij kwam daar vandaan. Kom. Wat gebeurt er? Hoed u, vijanden van de erfgenaam! Hierna zijn jullie aan de beurt, modderbloedjes! Ze is versteend. Maar ik heb geen idee hoe. En nu wil ik iedereen verzoeken terug te gaan naar de slaapzalen. Er is hier niets meer te zien. Kom op, Harry. Professor Perkamentus heeft gelijk. Er is hier niets meer te zien. Zwijnstein was in rep en roer door de aanval op mevrouw Norks en de mysterieuze woorden die op de muur geschreven stonden. Er werd flink gespeculeerd over wie hiervoor verantwoordelijk was. Vooral Hermeline was erg overstuur. Ron en Harry wisten zeker dat ze iets in haar schild voerde. Maar Hermeline liet niets los. We moeten naar de les spreuken en bezweringen, Harry. En ik heb een idee. Wat voor idee? We moeten professor Banning vragen naar de geheime kamer. Hij kan ons er vast wel wat over vertellen. Kom op.